Weet jij welke Zeeuwse plaats het mosselhart vormt? Dit is de terugkijkenquiz voor de echte kenners van Zeeland. En vandaag spelen we die met Kees en Anne uit Middelburg en Johan en Mirelle uit Zeerooskerken. Mirella en Johan, welkom. Wat zijn jullie van elkaar? Wij zijn collega's. En collega's van wat? Op afstand. We werken allebei bij SVZ. Ik in Middelburg en Mirella in Domburg. En wat zijn jullie dan? Ik ben zelf staffunctionaris in Middelburg. En Mirella kan voor zichzelf praten. Ik ben welzijnsmedewerker in Chimnia inderdaad. En ik doe leuke dingen met oudere mensen. Ah ja. Dus jij zit echt op de werkvloer? Ja. Ja, en Johan, jij hebt natuurlijk ook een werkvloer, maar wel een heel andere. Die is ondersteunend, om het zo maar te zeggen. Ja, en betekent dat veel vergaderen? Nou, niet per se veel vergaderen. Er wordt vergaderd, maar er zijn ook heel veel uitvoerende zaken toch wel, hoor. Gelukkig. En Mirella, hoe leuk is dit werk? Heel leuk. Ik doe het al 27 jaar, dus... Dan moet het wel leuk zijn. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. En hou je ook een beetje van quizzen? Ja, anders stond je natuurlijk niet hier. Ik doe wekelijks geheugentraining met een groepje ouderen. En we hebben de afgelopen weken even Dinken de vloer doorheen gejaagd. En ik hoop dat ik wat onthouden heb. Ja, want dit is de terugkijkenquiz. Ja. Je had misschien beter een van die ouderen mee kunnen nemen. Ja, misschien wel, die weten veel. Dat ga je ongetwijfeld nog terug horen. Anne en Kees, wat zijn jullie van elkaar? Wij zijn collega's bij ZB Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. De bibliotheek, dus allebei ook in Middelburg? Ja, ja. Maar de een komt uit Goes en de ander uit Middelburg? Ja, ik ben woonachtig in Goes, dus ik rij eigenlijk iedere dag richting Middelburg. Maar op zich is dat voor zo'n quiz wel handig, hè? Uit twee verschillende plaatsen. Dat verspreidt je kennis een beetje. Ja, en Anne, hoe zit dat met jouw voornaam? Want die is toch gewoon Fries? Ja, dat is een Friese jongensnaam. En er is nogal eens verwarring, hè. Dan wordt er naar mevrouw Butijn gevraagd. En dan wacht ik altijd tot ik iemand een levende lijf ontmoet. En dan is het verrassing. Maar ben jij wel een echte Zeeuw? Ik ben wel een echte Zeeuw. Ik ben geboren in Nieuwdorp. Dus het is echt wel een Zeeland. Maar je vader en moeder vonden dit een mooie naam? Ik of denk zij wel Fries? Nee, hoor, die vonden dat gewoon een mooie naam. En die vonden dat die hier heel goed paste eigenlijk ook in Zeeland. Zeg Kees, hebben jullie een beetje geoefend voor deze quiz? Anne wel, ik niet. Oh. Nee. Want jij had geen tijd? Ik had geen tijd. Of zeg ben je, ik weet het toch wel. Ik ben er niet aan toegekomen. Nee, dat zeg ik niet, hoor. Ik ben er niet aan toegekomen. Maar je weet wel het een en ander van de provincie? Ik ben een beetje ouder dan Anne, dus dat zou in mijn voordeel kunnen werken. Oké, heb je er wel vertrouwen in? Of heb je meer vertrouwen in Anne? Ja, daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ja, zeker. Ja, jongens, wederzijds, hè. Heel veel succes. Dank je. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Ja. Dank je. Dank je wel. In dit spel nemen twee teams het tegen elkaar op. In verschillende rondes, verschillende vragen. En daar krijgen ze natuurlijk punten voor. Nou, als je het goed doet en je wint vandaag, dan kom je misschien in de halve finale. En als je het dan goed doet, dan kom je misschien wel in de finale. En daar staat deze bokaal voor klaar, want die is voor de winnaar van deze terugkijkenquiz. De eerste vraag is een vraag over de plaats waar je tegenstanders vandaan komen. En daar kun je één punt mee verdienen. En ik begin met Mirella en Johan. In 1964 werd er in Middelburg op de Vismarkt iets bijzonders georganiseerd. Kunst op straat. Kunst. Niet in een gebouw, maar gewoon tussen de mensen. Kom op, niet van dat benauwde. Experimenteren, grenzen verleggen. In de jaren 60 en 70 wordt ook Zeeland wakker gekust. Het moet en kan anders. Kunst op straat, aanraakbaar dichtbij. In Middelburg wordt in 1964 voor het eerst een kunstmarkt gehouden. Op de Vismarkt, dat pittoreske pleintje in het hart van de stad. Kunst op straat in Middelburg dus. Maar hoe heette deze kunstmarkt? Je mag overleggen en je mag natuurlijk ook gokken. Nee, daar heb ik ook nog nooit van gehoord eigenlijk. Geen idee. Nee. Geen idee? Nee. Geen idee. Ik zou het ook niet weten. Deze als Middelburger. Het Montmartre van Middelburg. Nooit van gehoord. Nou, nog geen punt, maar nog geen man overboord. Gelukkig. Anne en Kees, ook voor jullie een vraag. In dit geval eentje over Zeerooskerken op Walcheren.
Hoe heet de bekende molen van Seroeskerke? De meeste molens heten De Hoop. Ja, dat denk ik. Dat is, oh, dat is het. De Hoop. De Hoop, ik hoorde hem al. Dat is de meest voorkomende naam. Maar helaas, en hier wordt natuurlijk druk geknikt. Ja, best, de jonge Johannes. Ja. Had je die vraag naar me? Ja. De jonge Johannes is een bekende molen, hè? Ja, zeker wel. Ja. Ja, ben je er wel eens in geweest, op geweest? Jawel, in geweest, op geweest. Gezellig gegeten kun je er ook doen. Heel leuk. Ja. Mannen, dat is een tip voor jullie dus, hè? Nou, ja, eens kijken. We gaan er echt aan beginnen. Jullie krijgen meer keuzevragen over alles wat met Zeeland te maken heeft. Handen bij de knop. Elk goed antwoord levert jullie 2 punten op. Zijn jullie er klaar voor? Overleggen mag. Daar gaan we. Let wel op je tijd. Vraag 1. In welk land vinden we Fort Zeelandia en Nieuw-Middelburg? Is dat A. in Suriname, B. Curaçao of C. Zuid-Afrika? Ja hoor. Oké. Weet je mee? Ik zie een C en een A. Ik dacht A. En het goede antwoord is A. Suriname. Sorry. Oh, was er discussie? Ja. Ja, en was die een beetje dwars? Ja. Ik was dwars. We gaan ingrijpen. Ik zal het nooit meer doen. Dan weet je naar wie je moet luisteren. Altijd naar de vrouwen, hè? Ja, Elsa. Vraag 2. We zien een foto met mannen. Maar welke medewerkers droegen dit uniform? Zijn dat de medewerkers van de Zeeuwse politie? Of de medewerkers van de eerste KLM-lijn in Zeeland? Of C, de medewerkers van de provinciale stoombootdiensten in Zeeland? Ja, ik denk C. Denk aan je tijd. Oh. Nog snel even drukken. Zullen we even kijken of het goede antwoord C inderdaad is? Nog meer Zeeuws-Vlamingen die graag naar de overkant willen. Veel van de voetgangers zullen in Hoedekeskerke de bus naar Goes pakken en van daaruit per trein hun reis voortzetten. Daar komt Willem Leijs. Hij is stuurman en komt hier zijn voorganger aflossen. Dit zijn matrozen. Bij iedere afvaart moeten zij de oprijplanken tussen wal en schip weghalen. Als de zeeklip is gesloten, wordt er ook in de Terneuzense haven achteruitvarend vertrokken. De Prins Willem I is in 1933 bij de Schelde gebouwd en er kunnen 22 auto's meevaren. Matroos Kees Riemens op de uitkijk. Want van achter de dam kan er wel eens onverwachts een schip komen. Ja, dit was dan de Terneuzense haven. Punt voor jullie, of 2 punten voor jullie. Ik heb geluisterd naar de vrouw. Ja, sorry. Nou, was dit de Terneuzense haven? Gingen jullie daar wel eens naartoe met de boot? Dan kijk ik eigenlijk vooral naar Kees. Ik ben niet opgegroeid in Middelburg, dus... Waar ben jij opgegroeid? In Zierikzee. In Zierikzee, maar ook daar hadden ze een veerboot. Zeker, ja. En die nam je wel eens? Die namen we wel eens, ja. Wel eens? Wel eens, ja. Ja. Vooral mijn ouders, hè, als ze naar het ziekenhuis moesten of zo, in Goes. Oh ja, wat een raar idee, hè. Dan moet je naar het ziekenhuis en dan moet je de boot nemen. Ja. Ja, nou gelukkig dat er dan nu toch een brug ligt, hè. En Mirella en Johan, gingen jullie wel eens met een boot? Vlissingen-Bresjes, hè. Geregeld, ja hoor. Ja? En wat ging je dan doen? Mijn zus woonde in Hoek en wij in Zeeuwskerke, dus daar gingen we naar mijn zus toe. En vooral. Dat doe je nu met de tunnel? Ze woont niet meer in Hoek, maar als we zouden gaan, zouden we met de tunnel gaan. Ja. We gaan naar de volgende vraag. Welke bekende Zeeuwse weervrouw hoor je hier? Iedere keer weer als ik de brug overkom, van het soort gevoel van toch wel thuiskomen. Je hebt hier rust en ruimte en... Ik heb het idee dat het leven in Zeeland toch altijd wat relaxter is als de plaats waar ik nu woon. Ik zie al geknik. Is het A. Willemijn Hubert, B. Nicolien Kroon of C. Marion de Hond? Ja. Twee keer C. Laten we even kijken naar het antwoord. Iedere keer weer als ik de brug overkom... Het soort gevoel van toch wel thuiskomen. Je hebt hier rust en ruimte. En ik
Ik heb het idee dat het leven in Zeeland toch altijd wat relaxter is als de plaats waar ik nu woon. Ja, allebei goed. Marion de Hond, en als je nog even wil zien hoe ze er nu uitziet. En ze komt natuurlijk van Tholen. Mm. Ja, haar haar is vooral een stukje korter, hè? Dan gaan wij naar de volgende vraag. De lans die bij het chaiserijden wordt gebruikt, is anders dan bij het gewone ringrijden. Maar wat is er dan anders aan die lans? Is die A zwaarder en korter? Is die B lichter en korter? Of is die C langer en dus zwaarder? Volgens mij is het B. Ja, doe maar. Ja, ik weet het niet. Ja, lichter en korter. Ja. Ik weet het ook niet. Ik zie twee keer B. En dat is inderdaad goed. En Johan, het lijkt wel alsof jij bijna niet meer durft te doen. Nee, het is met angst en beven, maar dit keer heb ik doorgedrukt. En goed. En goed, inderdaad. Vraag 5. Nederland kent verschillende talen en dialecten. Maar zijn het Zeeuws en het Fries, zijn dat nou officiële talen? A. Het zijn beide officiële talen. B. Alleen het Fries is een officiële taal. Of C. Het zijn beide dialecten. Allebei B. Ja, alleen het Fries is een officiële taal. Anne, jij moet dit natuurlijk weten met een Friese voornaam. Ja. Vraag 6. Hoeveel jaar bestonden de provinciale stoombootdiensten in Zeeland? Is dat A. 133 jaar, B. 137 jaar of is dat C. 141 jaar? En gokken mag, hè? Nou, denk aan je tijd. B. Te laat. Oh, wat had je willen drukken? B. B van Bernard. En dan kijken we even of dat goed is. Ja. Oh, allebei fout. Oh. Het was inderdaad B, 137 jaar. Te laat. Gewoon te laat, ja, allebei. We hadden B gedrukt. Dus knoop dat even in je oren voor de volgende vraag, hè? Ja, ik druk gelijk. Naast Rotterdam ging ook het oude centrum van Middelburg in vlammen op. En de stad werd getroffen door artillerievuur en mogelijk bommen. Wanneer gebeurde dit? Was dat A op 14 mei 1940? Was dat B op 17 mei 1940? Of C op 19 mei 1940? Ja, het scheelt telkens maar een paar dagen. Dat is lastig, hè? Antwoord B hebben jullie beiden. We kijken even of dat goed is. Ja, dat is goed. Hebben jullie dat ooit geleerd bij geschiedenisles? Nee, ergens. Of was het zomaar een gokje? Geleerd, nou, geen gok, maar geschiedenisles niet. Ja, en ook, ook de Middelburgers wilden ik zeggen. Maar ja, goed, jullie werken bij de bibliotheek, dus misschien blijft er dan zoiets makkelijker hangen. Je weet, zou kunnen. Ja. Nou goed, dit waren in elk geval de vragen voor de eerste ronde. Zullen we even kijken naar de tussenstand? Dat is nog niet best. En dan zie ik dat Johan en Mirella 8 punten hebben en dat Anne en Kees op 12 punten staan. Dat is een redelijke voorsprong, maar maak je niet druk. Er kan nog van alles gebeuren, hè? Want het is tijd voor de open vragenronde. Jullie hebben 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Hoe sneller je gaat, hoe meer antwoorden jullie goed hebben, hoe meer punten voor het eindklassement. Elk goed antwoord levert 3 punten op. Maar, dat is een grote maar, want bij een fout antwoord gaan die punten naar het andere team. Dus je kunt wel een gok wagen, maar dan moet je eigenlijk wel goed gokken. Ja. En belangrijk om nog even te melden, bij het drukken op die knop wil ik gelijk een antwoord. Dus als je wil overleggen, dan mag dat. Maar als je 1 keer gedrukt hebt, dan moet je het meteen zeggen of anders is het fout. Okay. Daar gaan we. Allebei veel succes. Start de tijd. Wie staat er op deze cartoon? Leuntje. En dat is goed. Vraag 2. Welke plaats in Zeeland vormt het Mosselhart? Filipijnen. En dat is niet goed. Ierseke. Het is inderdaad Ierseke. Ierseke. Vraag 3. In welke plaats werd... Sluis.
Dat is heel snel, maar dat is wel goed. Je herkende hem. Goed zo. Vraag 4. Hoe heet de oud-atlete die 30 jaar het nationale record... Els Vader. En ook dat is goed. Vraag 5. Hoe heet de Zeeuwse lekkernij die een opstaande rand heeft en een vulling van gele room? Papkoek. Roombroodje. Het wordt goed gerekend. Het is een paptaart. Paptaart, ja. Vraag 6. In welke plaats vond in 1969 een zeemijnexplosie plaats? Zierikzee. En dat is goed. Zierikzee. Ja. Vraag 7. Welke wedstrijd staat bekend als de Dutch Mountain? En dat is het NK tegenwindfietsen. Oh. Oh, ja. Vraag 8. Zeeland telt meer toprestaurants per hoofd van de bevolking daarvan dan waar dan ook in Nederland. Hoeveel sterrenrestaurants heeft Zeeland? 3 of 4. Helaas. Het is precies het dubbele. Het zijn er 8. Zo. Vraag 9. Welk dorp op Walcheren werd als laatste bevrijd tijdens de slag om de Schelde? Denk aan je tijd. Dat is Vrouwenpolder. En wat bedoelt een Zeeuw met je moet niet overal... Oh ja, die kon ik niet meer afmaken, want de tijd is alweer op. Helaas. Het was de laatste vraag en daarmee zijn we ook aan het einde van deze aflevering. Viel het mee? Het was mee. Ging snel, hè? Ja, ja, ja. Had nou toch maar een van die bewoners meegenomen, hè? Of een stuk of 3 desnoods. Ja, een beetje super. Mannen, geen bibberknieën. Nee, niet. Maar het ging inderdaad ging het heel, ging snel. Heel snel. Heel snel, hè, ja. Ik had nog een keer. Zullen we eens even kijken naar de eindstand? Oei, dat is heel dicht bij elkaar. Johan en Mirella, 20 punten. En Anne en Kees, 21 punten. Ja, 1 puntje verschil, dan kan je met opgeheven hoofd naar huis, hè? Ja. Nou is natuurlijk voor jullie de vraag... hoe het klassement eruit ziet, of jullie in die halve finale staan. Laten we eens even kijken waar jullie geëindigd zijn. Even kijken, 1, 2, 3. Nee, jullie staan net niet in de halve finale. Maar jullie hebben het wel heel goed gedaan. Maar jullie eigenlijk ook. Dus ja, toch allemaal gefeliciteerd. Dankjewel. En dankjewel voor jullie komst naar de studio. Dit was... de terugkiekenquiz. We zijn er volgende week weer. En dan zijn we natuurlijk met de eerste halve finale. Dus dan zien we 2 bekende teams terug. Graag tot dan. Jongens, applaus voor jezelf, zou ik bijna zeggen.